In deze film ga ik iemand verjongen. En nee, ik ga er in dit geval geen tiener van maken. Ik vind dat je best ver mag gaan, maar vaak moet je ook gewoon de integriteit van een foto intact laten. En dat ga ik in dit geval wel proberen, maar ik ga er wel een paar jaartjes van afhalen. Om te beginnen ga ik de laag dupliceren. Dat doe ik via hierboven laag en dan heb je daar staan laag dupliceren. Of je kunt op Ctrl J klikken. De naam is even niet belangrijk, dus ik klik op OK. Met deze laag ga ik aan de slag en op die manier hou ik altijd nog even het origineel achter de hand zodat we makkelijk een vergelijk kunnen maken. Om te beginnen ga ik deze laag omzetten in een slim object. Dat doe ik via laag. Dan heb je daaronder staan slimme objecten en hier omzetten in slim object. Bij je laag komt een klein tekentje te staan. Het is eigenlijk te klein om het goed te zien, maar dit houdt in dat het een slim object is. En wat is een slim object? Een slim object is eigenlijk een soort manier dat we filters toe kunnen passen, maar later altijd nog die filters aan kunnen passen. Dus het is non-destructief. Het eerste wat ik ga doen is een klein beetje het gezicht vervormen. Als je ouder wordt, je neus is bijvoorbeeld van kraakbeen, die blijft altijd groeien totdat je dood bent. Dus die wordt groter en groter. En ook je kop wordt eigenlijk wat dikker. Even oneerbiedig gezegd. Maar dat ga ik aanpassen middels het filter Uitvloeien. Dat vind je hierboven bij filter. En dan heb je daar Uitvloeien staan. Je hebt in dit filter verschillende opties. En je kunt handmatig aan de slag gaan. Maar je hebt hier ook de optie Gezicht Uitvloeien. En dat is waar we nu even moeten zijn. En als je daarop klikt, dan heb je vier opties: de ogen, de neus, de mond en de gezichtsvorm. En we gaan met de neus en de gezichtsvorm aan de slag. Om te beginnen ga ik de neus een klein beetje hoger zetten. En dat is in dit geval de slider een klein beetje naar rechts. En hoeveel je dat doet, dat is A natuurlijk een beetje afhankelijk van smaak en B ook een beetje afhankelijk van het totaalplaatje dadelijk. En ik maak de neus een klein beetje smaller. Als je het langzaam doet, valt het niet echt op dat je verschil hebt, maar het is er wel degelijk. En ook de gezichtsvorm pas ik een beetje aan. Ik maak het gezicht wat smaller en ik zet de kaaklijn een klein beetje terug. En ik druk vervolgens op OK. Het filter is nu toegepast en er is al wel een verschil te zien. Als ik bijvoorbeeld even deze laag uitzet, dit is dus ons origineel en dit is wat we nu hebben. Maar we gaan ook de rimpeltjes wat aanpakken. En dat doen we wederom via een filter hierboven bij filter. En dan heb je daar de neural filters staan. En dit zit in Photoshop 2021 en hoger. Photoshop herkent het gezicht. En dan heb je hieronder de slimme filters staan. En bovenaan staat slim portret. Het is momenteel nog in beta fase, maar dat zal ooit wel weer gewoon echt helemaal officieel zijn. Je zet het filter aan en dan komen de opties tevoorschijn. En de optie die je moet hebben, dat is in dit geval de gezichtsleeftijd. Als je die wat terugzet, dan gaat Photoshop aan het rekenen. Dit gaat via de cloud, dus je foto wordt opgestuurd naar de cloud met het resultaat. Om zo wereldwijd van alle foto's ja, een soort gemiddelde te zien, zodat het resultaat eigenlijk in de toekomst alleen maar beter wordt. En dit kan eventjes duren afhankelijk van de grootte van je foto, de snelheid van je computer en van je internetverbinding. En uiteindelijk krijg je bijvoorbeeld dit resultaat. De andere opties laat ik voor nu even ongemoeid. Behalve de twee onderste. Je hebt hier doezelen, dat is een soort verfijning. Het past in principe alleen het gezicht aan en niet de rest. Dus die zet ik wat hoger. Dan is het verloop naar de rest wat geleidelijker. Die zet ik in dit geval even rond de 40. En je moet gewoon zelf kijken wat uh, het beste past bij jouw foto. Er zijn geen absolute waarden aan te geven. En je hebt unieke gegevens behouden. Zet je die op 100, dan blijft er het meeste behouden. En zet je die terug, dan past Photoshop zelf het meeste aan. Die schroef ik een klein beetje terug naar 70. En ik denk op zich dat dit wel een aardig resultaat is. De uitvoer dat wordt gewoon een slim filter. Je kunt ook nog kiezen voor andere opties, maar slim filter werkt in dit geval het makkelijkste. En ik druk op OK. Photoshop past het toe en nu heb ik dit resultaat. Vergeleken met het origineel zijn er al wat jaartjes vanaf. Alleen een paar dingetjes bevallen me niet. De oorbellen zijn weggevallen en ook het haar wil ik eigenlijk wel weer gewoon terug hebben, zoals het was. Daar is ook een soort waas overheen gekomen. Dus die ga ik uit de achtergrondlaag halen en die ga ik er gewoon bij kopiëren. Ik selecteer mijn achtergrondlaag, ga weer naar laag, kies voor laag dupliceren, geef hem geen naam en deze laag sleep ik helemaal naar boven. Nu moet ik van deze laag dus eigenlijk alleen het haar laten zien en dat doe ik heel eenvoudig. Ik maak een masker en dat masker maak ik meteen zwart door de Alt ingedrukt te houden en hier op het masker-icoontje te klikken. En mijn bovenste laag verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ik zoom een stukje in. En ik ga met een kwast in dit masker. En een witte voorgrondkleur ga ik schilderen. Ik hou de kwast zacht, zodat die aan de randen een mooi verloop houdt. En ik ga eigenlijk gewoon even langs de rand. En hier bij de oorbel aan deze kant zoom ik nog een beetje verder in. Maak ik de kwast nog wat kleiner. En haal ik die oorbel nog net iets verder terug naar boven. En ik pak in dit geval hier ook een heel klein stukje huid mee, omdat de oorbel ook deels over de huid gaat. Niet te veel. En hoe kleiner je kwast is, hoe preciezer je kunt werken. Ik ga ervan uit dat je met maskers om kunt gaan. Zo niet, klik hierboven nog even op het filmpje om dat te zien. Zo is hij op zich wel aardig. Hier zit ook nog een foutje. Het filter is nog niet helemaal geweldig. Maar ook met het masker haal ik hier gewoon een stukje oorspronkelijke foto terug. Ik zoom even uit en ik heb nu een randje om het hoofd gezet. Als ik de alt ingedrukt hou en op het masker klik, dan zie je wat daar het effect van is. Je ziet dat ik ook niet helemaal perfect bezig ben geweest. Dus dat kan ik handmatig nog even inkleuren. Maar dit masker bedekt dus gewoon niet het hele haar. Alt ingedrukt houden op het masker klikken en ik selecteer een wat grotere kwast, een wat hardere kwast. En ik verf hier nog gewoon even ruim omheen. Met de haakjes toetsen kun je het formaat van je kwast aanpassen. En doe je te veel, eventueel Ctrl Z om terug te gaan. Nou, en nu moet ik zeker het volledige haar hebben. En dat klopt. Wil je het masker eventueel uitzetten, shift ingedrukt houden, op het masker klikken, komt er een kruis doorheen en zie je dus weer de oorspronkelijke laag zonder masker. Nu heb ik dus dit als resultaat. Is het goed? Nee, nog niet helemaal. Want het filter heeft hier eigenlijk in de hals ja, niks toegepast. Dat negeert het gewoon. Dus dat ga ik ook nog even handmatig doen. Wederom ga ik naar de achtergrondlaag en via laag dupliceren, ik geef hem geen naam. Zet ik deze ook weer helemaal bovenaan. Hiervan maak ik ook een slim object door er met rechts op te klikken in dit geval. Je kunt ook via laag hierboven en dan een slim object maken, maar klik je er met rechts op dan gaat het net iets rapper. Het scheelt een handeling. En ik ga deze huid gewoon verzachten. Dat doe ik via Filter, Vervagen en dan pak ik Oppervlak Vervagen. De waarden die je hier kiest, um, ja. Het blijft een slim object, dus je kunt altijd nog terug, maar ik ga in dit geval voor een straal van 10 en een drempel van 9. En op zich ben ik hier wel tevreden over. Wil je nu terug? Je kunt bij het slimme filter gewoon dubbel klikken op het woord oppervlak vervagen en je komt terug in het filter. Nu hoeft dit alleen op de hals toegepast te worden, dus ik ga hier wederom een masker maken en door de Alt ingedrukt te houden maak ik het in één keer zwart. Je ziet wat er gebeurt. En ik kies een zachte kwast uit. En ga met wit even langs de randen van de blouse. En de fotograaf heeft hier eigenlijk nog wel een steekje laten liggen. Die had daar nog wel een hoop stofdeeltjes vanaf kunnen halen. Voor de bovenkant, voor het verloop met het gezicht, pak ik een wat grotere kwast. En ik ga er nou expres een stukje overheen, merk ik. Dus met een zwarte kleur zet ik daar weer een streep onder. En ik ga vervolgens kijken bij mijn masker, Alt ingedrukt houden op het masker klikken, wat daar het resultaat van was. Pas nog een klein dingetje aan. En ik weet dat ik met een grotere kwast hier dit nu zwart moet maken. Anders wordt het filter daar ook toegepast. En hier in het midden kan het wit worden. Ik ga deze laag qua dekking een klein beetje terugzetten. Dat we er toch nog iets meer structuur doorheen krijgen. En op die manier hebben we hem vrij snel een stukje zachter gemaakt. Ik hem even uitzet of aanzet. Er is wel degelijk een verschil. En nogmaals, we willen de huid niet helemaal strak trekken. We willen er een paar jaar afhalen. En in principe ben ik nu eigenlijk wel klaar. Als ik nog even het origineel laat zien, dit is waar we vandaan komen en dit is wat we uiteindelijk hebben bereikt in toch wel een zeer krappe tijd. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei-doei.